Zeg, goeiemorgen. Morgen, meneer Potash. Nou, dat doen we zo zomer. Wat een sof weer. Meneer Perlmoer nog niet hier? Nee, meneer. Niet hier geweest ook? Nee, meneer. Is hij laat? Nou. Hij is reuze laat. Als ik u zeg hij is laat, is hij laat. Dag, schat. Dag, lieveling. Wat zegt u? Wat heb ik gezegd? Ik heb het foto van mijn kind. Oh. Ja, ik heb het niet tegen u. Doe me een plezier. Vertel eens even, juffrouw Cohen, is er nog nieuws? Er is een zending teruggekomen van Klinger en Feinholz. Hey, wat willen die gammers? Ik weet het niet. Er was een brief bij. En waarom ligt die brief dan niet hier? Omdat die man net geweest is. Toen die man net geweest was, had u net die brief hier neer moeten leggen. Ja, maar die man was net aan mijn tafeltje. Aan uw tafeltje? Ja. Aan uw tafeltje? Ja. Alle tafeltjes hier zijn van mij. Zeg je vrouw, vertel eens even, wat is dat voor een brief neerslingeren? Ach, dat gezeur altijd. Wat zeg je van zo'n brutaliteit? Mens wordt bij de dag brutaler. Zeker. Wees mijn brief nog verkeerd in mijn handen ook. Mijn heren, wij retourneren u bij het Trouville-kostuum. Aangezien wij een kostuumzaak op nahouden en geen museum of handel in carnavalsleden. In het kort, het Trouville-kostuum lijkt net zoveel op de schepping van het huis Deauville als steenkool op diamant. Maar wat zeg je van zo'n brutaliteit? André Jef? Ja, meneer. Schraps in de boeken, Klinger en Feyenoord. Goedemorgen. Morgen, meneer Perlmoer. Ben je laat? Wat zeg je? Ik zeg, je bent zo laat. Ach, je bent bezorgd. Je bent zo laat. Zit je wel gewoon van terreur eens even, wat is dat, al die scheirokers hier op mijn tafel? Ebi, wat is? Ah. Heibo? Nee. Jawel, ik zie je dat je polen. Ah, alweer een bestelling teruggekomen. Nee, toch? Voor Klinger en Feyenoord bestaat niks anders dan die Deauville-creatie. Maar dat het Deauville-kostuum niet van ons is, kunnen wij het onmogelijk leveren. Maar een soft tekenaar hebben we. Ga zo. Mazzel moet je hebben, Maurits. Als je mazzel hebt, dan kun je de eerste, de beste soft van een tekening van een kostuum aan je cliënten voorzetten. Zappen. Vertel mij wat. Je van Cohen? Ja, meneer. Neem u eens even een brief op. Ja, meneer. Een brief, wat voor een brief? Aan de heer Max Pingel. Tekenaar bij de firma Potash & Perlmoer. Heb u? Ja. Waarde heer. Ja, waarde heer. Jazeker. Ach, doe me dat plezier, waarde heer. Ja, zeker. Zo begint men een brief. En dan komt het. Waarde heer. Heb u waarde heer? Ja, meneer. Uw contract met ons expireert deze week. En u kan met het contract mee expireren. Wat is mee expireren? Hij gaat eruit. Hij gaat eruit. We schoppen hem eruit. Ja, kunststuk, dat doe ik toch. Ach, je zegt experimenteren. U kan zich... Ja, dat kan die man ook. U kan zich vanaf aanstaande zaterdag als ontslagen beschouwen, aangezien uw werkzaamheden bij ons niks waard zijn. Dat is goed, ja, dat is goed. U zou nog niet eens in staat wezen een behoorlijke tekening te maken op een sigarenzakje. Fijn, hè? Sigarenzakje het geheim. Fijn, hè? Ja. PS? Wat zeg je nou, PS? Wat? PS. PF zet me toch niet op een ontslagbrief? PF wil zeggen... PF... Pin verhinderd. Wie zegt PF? Ja, jij zei PF. Heb ik gezegd PF? Wat had je dan gezegd? Ik heb gezegd PES. Wat is PES? Gewoon PS heb ik gezegd. Nou, bij mij gezond, ik verstond je PF. Ja, ik ben een beetje bezorgd. Hebben u PS? Ja, meneer. Nou, gelieve van deze bemerking goede nota te nemen. Ja, en neem u er ook goede nota van dat u een charlatan en een bedrieger bent en dat u ontwerpen voor niks deugt. U toegeneigen Potash. Ja, en Perlmoer erbij. En Perlmoer. Wacht, nou moeten we meteen beginnen om een nieuwe tekenaar te engageren. Ja, en we moeten hem proberen te houden ook. Aardige kunst. Ja. Want men kan een tekenaar kan men niet zo uitschelden zoals men dat zo'n compagnon doet. Weet je? Begin je weer? Nou ja, ik zeg maar zo. Ik vraag je alleen, begin je weer met me? Als jij nou maar begrijpt wat ik bedoel, ben ik tevreden. Ga jij je gang maar hoor. Juffrouw Cohen? Ja, meneer.
Om 11:00 precies, dan komt de inkoper van Gans uit Cincinnati, komt even hier. Je meent dat? Ja, die komt even de monsters keuren. Vertel u eens even, zijn alle mannen kwijnst er al? Ja, meneer. Ja? Juffrouw Levin? Ja, en juffrouw Zilberman? Die is er zeker, ja. Hoi, waarom juffrouw Zilberman? Dat zal ik je vertellen, Maurits. Kijk eens even, juffrouw Zilberman is een schoonzuster van een achtertante van een nicht van mijn vrouw. De Heine met zijn mispogen, hoor. De Heine met zijn familie. En waarom niet? Amy, je weet hoe ik over familie van vrouws kan denken. Mag ik het ook even weten? Als ze weinig geld hebben, lopen ze je de deur plat. Als ze naar lage wal binnen, dan zorgt je vrouw ervoor dat ze je sigaren roken en je dassen dragen. En als je de mazzel hebt dat je dezelfde halswijdte hebt, nou... Dan kun je je leven lang kun je boorden en overhemden voor twee kopen. Wat ik je zeg, familieleden van vrouwskant, ja? HZO. Wat is HZO? Hang ze op. Ja. Je begon? Drie creaties en een beetje vlug. Ja, maar juffrouw Levin is er nog niet. Ach, ik ben er wel. Ik ben net binnengekomen. Wat zegt u, juffrouw? U is net binnengekomen, zeg u? Ach, nou, ik... Wat zeg u? Ze zegt nou ik. Ja, dat versta ik wel. Zeg eens even, juffrouw, wat een soort zaak denkt u dat wij hier hebben? Een tingeltangel? Of een ministerie? Zeg je van de brutaliteit, om 9:30 komt ze binnen. Het enige wat ze zegt, ik ben net binnengekomen. Ach, meneer Pernemoer, het is mijn schuld. Ik heb u vergeten te vertellen dat ze opgebeld heeft om te zeggen dat de grootmoeder ziek is. Oh, had u gebeld dat opa ziek was? Vindt u dat het zou eens komen, juffrouw Levin? En als er nou eens een klant gekomen was? En die had gezegd, ik wil een jurk zien aan het lijf van een mannekwijn. Had het je moeten zeggen, kijk u maar even door de telefoon. Juffrouw, een model kan de zaken niet per telefoon afhandelen. Nou, ik heb toch zeker opgebeld en gezegd dat mijn grootmoeder ziek was. Maurits, nebbig. Als de grootmoeder nou ziek is. Ebi, Schlemiel, de grootmoeder is altijd ziek. Ik ken die grootmoeder toch niet? Nou, waar bemoei je dan mee? Dat ik toch even eens het mogen zeggen, toen er is net hier. Smoothies te maken. Nou, kijk daar eens even. Je vrouw staat u niet te huilen over mijn mooie stoffen heen. Gaat u weg. Kijk daar eens even. Kletsnat van het water. Ah, je drijft weer over. Oh. Wat is dat Grietje lelijk als ze huilt, zeg. Amy, bij mij gezond. Ze is bijna net zo lelijk als jouw nicht, Zilverman. Ik wist wat er komen zou, hoor. Maar mijn nicht Zilberman heeft gemogen zich. Maar ze heeft een prachtfiguur. Hoi, kan jij van lief worden op een figuur als er geen gezicht op zit? Geschmackszaggen. Ja, geschmackszaggen. Zijn we hier nou gekomen om geschmackszaggen te behandelen of om zaken te doen? Nou, Ebi, hoor even. Nee. Advocaat Veldman, die heeft me gezegd. Die heeft de belofte gekregen van de ontwerper van het Deauville-kostuum. Die zal even bij ons komen om met ons te komen schmoezen over een eventueel bij ons in betrekking komen. Nou ja, wat we dan verliezen aan die meneer Pinkel, dat winnen we aan hem. Maurits, Emmers? Bij mij gezond. Reuzatte. Goed, hè? Reuzatte. Die zullen we engageren. Wat? Die zullen we engageren wat het kost het engageren. Ja. Zeg eens even, Amy. Nee. Wat is dat? Nee, laat mij nou even gaan. Nee, vertel eens even, wat is dat? Wat? 10 jaar lang zijn wij compagnon. Ja. En ineens neem jij nou een besluit zonder mij erin te kennen, wat is er? En waarom niet? Maar Max Pinkel is een softtekenaar. Hij vertelt mij wat. Jazeker. Wie heeft hem dan aangenomen? Ik niet. Ik heb hem aangenomen. Jazeker, jij hebt hem aangenomen. Ik heb hem aangenomen. Ja, jij hebt hem aangenomen. Nou, dat is een brutaliteit. Wie heeft hem aan mij gerecommandeerd als een werkkracht van eerste rang? Recommanderen, dat is 2. Aannemen is heel wat anders. Het is goed, hoor, jongen. Zeg, het is goed. Ik heb hem aangenomen. Ja, toch heb jij hem aangenomen. Ik heb hem aangenomen. Ja, jij hebt hem aangenomen. Maar jij had hem nodig. Wat? Had ik hem nodig? Nee, je had hem niet nodig. Ewi, had ik hem nodig? Ach, maar wat doe me dat plezier. Nou, Ewi, bij mijn leven, ik geloof jij bent vergeten hoe me de waarheid spreken moet. Bestaat het? Hoe bestaat het? Hoe kan de ene compagnon de andere steeds een leugen houden? Ja, je zegt het maar in mijn gezicht, hoor. Nee, ja, zeg het maar in mijn gezicht. Nee, Johan. Nee.
ik zal jou gaan leugenaar noemen. Ook al denk ik het. Echt. Zeg, Maurits, vertel het aan je. Een sigaartje. Wat? Een sigaartje. Een sigaartje? Ik? Heb je van mij een sigaartje? Nou ja, heb ik gekregen van Mac Klinsky. Roken met gezond. Nou, bij mij gezond. Je bent toch een geschiedenis. Ja, waarom zullen wij de hele dag bonje maken? Ach, ben je me schoon? Nou, ik schat. Hier, het portret van mijn vader zaliger. Hier, die heeft altijd gezegd. Edi, jongetje, vrede. En als de vrede is, Marit. Nou, ik ken me toch? Edi, huh? Bij mij gezond. Ik had liever gehad dat je me een leugenaar had genoemd. Voordat je me zo'n pompstok in mijn mond gestopt had. Wat is? Hoor even, hij vraagt wat is. Ja, wat is? Nou, ruik even de serage, de stank. Als je weer eens wat cadeau krijgt, doe er je zwager er maar een plezier mee, maar niet maar. Mopperen, hè? Altijd mopperen. Wil ik jou eens wat vertellen? Ach. De melk die jij als zuigeling naar binnen hebt gekregen, is azijn in je lijf geworden. Is gaan hotten. Die is gaan schiften. Nou, vandaar ben jij geschift. Ja, zeker. Daar zitten de heren. Meneer Pellemoe, mag u even de hand drukken? Meneer Pellemoe, hoe is het? Hé, hey, meneer, doe meneer het meneer Bodas. Voor mij is zeer groot genoeg, heren. Zeg, meneer, dat genoegen van u, dat noodzaakt me toch niet om mijn arm uit het lid te zwaaien? Neem u me niet kwalijk, meneer Pellemoe, enthousiasme, begrijp u? Gaat u even zitten, meneer. Heel graag. Hoe heet u, zeg u? Rabier. Mozart Rabier. Kijk, hij moet me schokken, die hoe dat is. Mag ik even, heren? Gaat u zitten, meneer. Heren, nou, ik heb vernomen, gaat u vertegenwoordigen, mannetje, maar klies u verlaten, nietwaar? Nee, meneer, we schoppen hem maar uit. Dat is een reuze qua jongen. Vertel u hem maar gerust, we hebben hem ontslagen. En nou zoekt u natuurlijk een prima eerste klas verkopertje. Kom ik even met u praten, begrijp u wel? Vertel u mij eens even, meneer... Rabiner. Vertel u mij eens, meneer Rabiner. Heb ik u niet eens ontmoet bij Eetje Mandelberg? Klein Eetje Mandelberg. Ja? Achterneven zijn we. Mijn vrouw zuster is de schoonzuster van de broer van Eduard Mandelberg. Kort, daar heb je er weer een met je mispogen. Eduard had altijd tegen me gezegd, Mozart, jongen, als jij nog eens tot mijn zaak zou willen toetreden... Meneer Rabiner, meneer Rabiner, doet u mij nou één plezier, hè? En schmoes u nog niet over die meneer Mandelberger? Meneer, wat die zegt, interesseert ons geen van 72. Nee, is niet interessant. Maar vertel u eens even, ken u misschien aan... Aan wie? Aan ene Simon Kuhner? Ja, inkoper van de afdeling Mantel. Ken nou, nee... Als wij in Boston zijn, gaan we altijd samen een kleintje kooi drinken. We zijn als broers. Oh ja, dat ken ik wel, drinkenbroers. maar toch wil ik u wel even zeggen, heren, dat ik zeer intiem ben met verschillende grote inkopers, hoor. Even een grote naam, heren. Ja, vertel u eens. Simon Trichtner, Kartenbouwer Springfield. Ach, meneer. Dan krijgen we nog 2 jaar lang geld van, voor geleverde goederen. Nou ja, als u nog geld van hem krijgt, weet ik dat u Julius Stannenbaum ook kent, hè? Nou ja, kennen is 2. Ja. Een jaar of wat geleden was geprobeerd om zaken met hem te doen. Aardige jongen, meneer Porras. Nee. Een reuze aardige jongen. Nee. In 50 zijn we samen afgevaardigd geweest in de Nationale Vergadering ter Bescherming van Loslopende Honden. Zal ik u even vertellen, er komt zo ook een bij me zeggen, voor mijn plezier ga jij naar meneer. Voor de reuze plezier. Meneer, ik had niet de op gisteren. Meneer, zou u mij één genoegen willen doen? Ja, natuurlijk, meneer. Zou u woorden misschien uit willen zoeken waar geen P in voorkomt? Kijk, als u de letter P zegt, dan spritst u zo. U hebt een uitgesproken vochtige P. Meneer Rabiner, houdt u de P wat in? maar om nog even terug te komen op die kanon. Meneer, wat heb ik nou van katten? Meneer, vertel u nou alleen maar eens even. Kunt u voor ons een partij goed verkopen? Ik zal u heel wat anders zeggen. Laten we aannemen, Julius Stannenbaum wordt de partij goed aangeboden. Ja. Hij weet niet, zal hij nee kopen, zal hij ja kopen? Even een telegram naar Mozart Rabiner. Ik kom erbij, bekijk het goed. Als ik zeg ja kopen, koopt hij ja. Als ik zeg nee kopen, koopt hij nee. Ja. Ken u al rozenwater? Rozenwater? Wie zegt u? Maurits, ken jij rozenwater? Rozenwater? Met die bekende voornaam bedoel ik? Maurits, dat mijn gezondheid is reusachtig hoor. Zeg, meneer lijkt er een beetje op. Ja.
even serieus, heer. Ja, ik ga nu gang doen. Laten we nou eens aannemen, u biedt Rooswater een partij. Goed dan. Yeah. Als ik zeg ja, koppen koopt die ja. Als ik zeg nee, koppen koopt die nee, of geeft u me het cadeau, hoor. Zeg eens even, meneer Rabier. Als ik u zo hoor smoezen, dan schijn u aardig wat kennissen bij de inkopers te hebben, hè? Wat is aardig wat, meneer Perlemoer? Ik ken ze allemaal. Ja, goed dan wel, maar kennen ze u? Daar gaat het om. Nou ja, zullen ze me niet kennen? Zeer eigenaardige manier om te bewijzen, nietwaar? Als ik u nou zeg, heer, ik ben net zo intiem met z'n truisels in de zaal. Maar het zit hem niet alleen in de pij, hoor. Weet u wat u nou doet? Kom u nou morgen om 11:00 even terug? Misschien bent u dan wat opgedroogd. Zullen we zien dat we u een contractje geven, hoor. U geeft me een contract. Oh ja, ben u dan zo zeker van? Zo zeker als 2 x 2 = 4, heer. Mozart Rabiners werk spreekt voor zichzelf. Referenties overbodig. Meneer Perlemoer, reuze prettig en dagzakelijk geweest, hè? Meneer Porras, als ik u zeg, heer, u komt prima voor elkaar. Mag ik wel? Nou, bij mijn gezondheid nog Zwitserhanden ook, weet je. Zeg, kijk daar eens even. André, je laat iets vallen, jongen. Evi, hoe lang moeten we die schlemiel nou nog hier houden? Nebbisch. Oh. Een geschiedenis. Wat heb ik aan een geschiedenis als er geen hersens in zitten? Had hij me de vorige week een kwitantie geschreven van $80 aan Perlstein? Nou, hè? Nou, dat had maar liever 800 moeten wezen. Als ik je zeg, van muziek en opera's, daar heb je verstand van. Maar van boekhouden, ah? Zeg maar, het jongen, daar heb je geen idee van hoe genot af dit is om naar die jongen te luisteren als hij daar s'avonds aan de vleugel is gezeten. Ja? En wat hij daaruit haalt, hoor. Als ik je zeg, ik heb een moederziel alleen aan Cataramijn zien spelen. Ja? Jongen is reuze muzikalisch. Zeg, wat heb ik nou aan muzikalisch? Heb ik hier een muziekwinkel? En dan het karakter van zo'n jongen. Aardige, fijne jongen. Ach, weet ik veel. Zo van de straat heb je hem opgenomen. Zonder één enkele reverentie. Zo iemand die geeft me nog niet de kars of een checkboek in zijn handen. We schokken bij je. Ja, en jij hebt geen mensenkennis. Nou, ja. En dan daarbij, de jongen die spreekt perfect zijn talen. Zijn Frans, zijn Duits, zijn Engels. Zijn Engels spreekt ja zo zuiver als wij. Ja? Je, misschien nog een tikje zuiverder. En wat had je nog gewild? Dat ik die arme schlemiel van honger en gebrek om had laten komen. Je maakt mij een beetje ibbel. Sommige mensen nemen alleen een compagnon. Als de zaken slecht gaan, dan kunnen ze de schuld op een compagnon gooien. Gaan de zaken goed, nemen ze alleen de eer voor zichzelf. Compagnons? Oh. Nou, die ze uitgevonden heeft, dat was een mensenhater, weet je dan? Ja, neemt u me niet kwalijk, heer, maar... Maar het was onmogelijk voor me om niet te verstaan wat u zei. Als u er geen bezwaar tegen heeft, dan zou ik graag aan het einde van de week willen vertrekken. Oh ja, nou mijn zegen heb je. Vertrekken, jongen, ja, waarom? En, ja, ik zou niet graag willen dat u om mij ruzie kreeg. Maurits, ja? We zijn het jonge mensen een excuus schuldig. Oh, nee. Oh ja? Ja, oh ja, we hebben hem beledigd. Nee, werkelijk niet, Zoals jij de laatste tijd een kapsones en een bluff hebt. En zoals je nou weer tegen die jongen tekeer gaat, heb ik geen zin om dagelijks hier tegenover je te zitten en in je ponum te kijken. Nee. Ook een zorg, dat draai je je stoel om. Aanstaande zaterdag dus, heren. Maurits, ik ben ervan overtuigd dat jij geen laaghartige schurk bent. Alleen een verzwartse nacht. Wat ik je dat zeggen. Maar als ik dat niet zeker wist, dan zou ik mijn overeenkomst als compagnon met je verscheuren en zo in je gelaat slingeren. Oh ja? Ja. Nou, dat geitje wil ik er nou even mee. Oh maken. Ja, wil je dat zien? Ja, dan moet jij even in mijn gelaat. Dat kan jij nou eens even van ja, mij. Ja, nee, dan moet je niet zo smoezen. Dat moet je nou doen ook. Dat is smoezen. Kijk eens even, meneer. Zo, zo. En nog een keer overlangs. En zo in uw gelaat. En je hebt nog gelijk ook. Of ik gelijk ja, heb? Want ik heb tenminste een gelaat. Maar jij hebt een ponum. Ja. Dat mag jij zeggen, hoor. Ach, man, van veel mensen. Kijk, toch, doe me een plezier. Ik ga toch tussenuit. Nou, wat zeg je van zo'n brutaliteit? Wat zeg je daarvan? Hij zal slingeren.
Ik heb andere zorgen. Nou ja, daar kan ik me zo kwaad om maken. Ja, kijk eens even wie dan binnenkomt. Marky Paschinski. Nou, kijken jullie van open te zien, hè? Marky, reusachtig goed zie je eruit, hoor. Was je gezeten al die tijd? Overal en nergens, zeg. Vertel eens, is er nog nieuws? Ja, dat mag jij wel eens even vertellen. Oh, is er geen nieuws? Wat dan? Hebben wij onze zaak niet enigszins gemoderniseerd? Oh ja, dan zegt hij wat. Ja. Zeg, wij verkopen onze japonnen niet meer op houten poppen. We gaan het lijf van levende model. Nee, ja, zeg ik je. Nou weet ik met je. Dat wij hier in huis geen houten Jan Klaasjes meer hebben. Nou ja, de enige die we nog hebben, dat is hij, hoor. Hé, wat een ongein. Zeg, Mark, moet je eens even kijken. Heb ik hier iemand een lappie stof? Zeg, moet jij een grote partij van ingekomen? Voel eens even aan de stof. Jongens, nee, heb ik niet nodig. De markt is ervan overvoerd. Zeg, hoe staat het met het ontwerp van die nieuwe japonnen? Het Trouville kostuum. Hey, laat het er meteen zien. Mark, ga zitten, jongen. Ga lekker lui zitten. Als je het ziet binnenkomen, je weet niet wat je ziet. Je wil erin, kom eens even hier. Nou, kijk eens even. Wat heeft ze nou gedaan? Ze hebben het verkeerd om aangetrokken. Je vrouw, je zit er ondersteboven. Maar Mark, weet je wat nou de gein van dat jurkje is? Je kan het aan alle kanten dragen. Maar het is mooi, hè? Weet je hoe het heet? Maan liggen op het meer. Maan liggen op het meer? Ja. Claire de la lune sur le lac. Ook een zo. Zeg, juffrouw, ik hoop niet dat u beledigd bent als ik u vraag om eens even te mannequineren. Wil u? Oh, jazeker. Nou, mannequineer u nog even. Nou, Mark, wat zeg je daarvan? Kijk eens even. He, is dat een rok? He, en wat daarin zit? Maar mannequineer u maar weer terug. Mannequineer u maar weer terug. Nee, jongens, dat is niks hoor. Geef mij maar wat erin zit. Het model van die rok is 15 jaar oud. 15 jaar oud? Onze zaak bestaat pas 10 jaar. Nou, Mark, hoeveel mag ik dan sturen? Gemaakt, jongen, door een eerste klas Franse ontwerper. Hoe heet je ook weer? Pakijn? Pakin. Pakin. Oh, Pakin. Nou, laat een andere zien. Even iets anders laten. We zullen hier wat anders doen. Juffrouw Cohen. Juffrouw Cohen. Ja, meneer. Juffrouw Cohen, kom eens even hier. Kijk dan. Zeg, dat is nou een Trouville kostuum. Dat is het nou. En weet je nou wat dat kost? Nou? Laat hem even raaien. Ja, dat raad je bij me zorgen, dat kan hij niet raaien. Ja, Maurits maakt er een prijsje voor hem. Nou, Mark, voor jou hoor. Hm? Alleen voor jou. $25, dat. Met zie hoor, als ik je zeg. Nee, jongens, er gaat niets van uit. Het is van hout. Ja, kunststukje vrouw, u staat er ook als een plank. Vooruit, mannequineer u nou eens even. Noem u dat mannequineren, juffrouw? Ja. Ga weg, u loopt alsof u hoge nood hebt. Oh, dat is toch niks. Er zit geen schwoer in. Nee. Weet je, dat is... Er zit geen schuur in. Nee, geen schuur, ja, zo is het. Nou ja, weet ik veel. Voor die patiënten kan ze niet beter lopen natuurlijk. Nou, ik wil er 7 of 8 hebben tegen $20. $20? Nou mag ik toch wel even lachen, hè? Maar... Nog voor geen 24,99 €. Ik wil het net zeggen. Nou, daar zal er wel wat aan te doen zijn. Nee, meneer. In onze zaak valt niet te marchanderen. Heb ik gelijk, Evi? Af je gelijk. Jazeker, meneer. Wij hebben hier een zaak met vaste prijzen. Nou, wat bied je dan? Zeg, hoe is het met de keurige stof? Wacht even. Ga jij eens even mee naar boven? Zeg eens even, juffrouw Levin, wat is dat... Die kostuum zei niet om op te gaan zitten. Wat heb u? Ach, ik ben ook zo moe. Ze is zo moe. En de opoe het te mazelen. Laat me het rust. Oh, zeg Ebi wat anders. Heb jij nog wat gehoord van die mooie reiziger van ons? Van die meneer Rabiner? Nou, dan gaat hij me helemaal versteren. Reiziger, mooie reiziger is dat. 3 weken is hij weg. Niet één enkele order is er binnengekomen. Niks dan weerberichten. Nou, heb je dan geen referenties genomen bij Gans? Nou, Maurits, dat heb ik je nou al 10 maal gezegd. Gans heeft gezegd dat hij zijn verkoper. Ja. Huh? Nou ja, ze zijn uit elkaar gegaan met wederzijds goedvinden. Wat zeg je daar? Wederzijds goedvinden? Wederzijds goedvinden. Is dat een reden om iemand eruit te smijten? Heb ik gezegd uitsmijten? Ik heb gezegd
wederzijds goed vinden. Ja, maar ze hebben de motor uitgesmeerd. Toch uitsmeten? Ja. Wederzijds goed vinden. Ja. Maar als ik nou tegen onze juffrouw Cohen zeg, juffrouw, gaat u eruit of ik schop u eruit? En zij zegt tegen mij, meneer, ik zeg u de betrekking op. Gaat ze dan weg met wederzijds goed vinden? Maurits, dan zal ik jou eens één ding zeggen. Jouw hoofd doet mijn pijn. Hier is ik weer. Ah, meneer Pollers. Oh, de Reiner, hoor, die van Schwarzenau. Heb je meneer de Reiziger? Maar ja, ik wist wel dat u alles op mijn hals zou afschuiven, hoor. Ja, kunst of iets anders anders. Op de hals van de schulden van Marokko misschien. Had u misschien gedacht, meneer, had u een goud horloge gestuurd? Met uw naam erin gekrast? De beste verkoper kan een sof halen, nietwaar? De beste acrobaat kan sterks zijn been breken. Wat, een been? Ja. Je nek had je moeten breken voor dat dier. Waar het maar af, meneer Perlemoer. Morgen ga ik weer voor u op reis. Ja, nou vergeet het maar. Niet voor ons, meneer. Want wij schoppen u eruit. Meneer Perlemoer, wint u zich niet zo op. Meneer, als mijn compagnon zich op wil winden, dan wint hij zich op. Marit, wint je op. Ach, meneer Perlemoer, wint u ja op. Wil u $300 reisgeld kwijt? Uw geld is het hoor, niet het mijne. Vraag hem eens even. Zeg meneer, misschien mag u dan eens even vragen. Wat heeft u gedaan met die $300? Ik heb een klein lijstje gemaakt met mijn zeer bescheiden onkosten. Kijk eens even, een klein lijstje noemt u dat. Anderhalve meter lang. Daar komt geen end om. Wat staat er allemaal? Reizen. Zeg meneer, vertel u eens even, doet u een zelfreizend bakmail? Kijk even, bij mijn gezondheid is 60 centimeter aan het reizen geweest. Oh, wacht even, nou gaat die nasje. Wat staat daar? Nasje Goring? Wat is dat? Heb je Goring genasht? Nou, Amy. Nou, Amy, wat daar staat, dat geloof je niet. Wat is? Hoor even, diner in spijswagen... $12.25. Bij je gezond. Bij mij en bij jou gezond, daar staat het. Waar staat het? Daar. Waar je duim is? Waar ik mijn duim hou, werd hij gegeten. Is dat een brutaliteit? $12.25 voor een visdiner. Zeg je daarvan? Zeg meneer, heb u goudvisies gegeten? Zeg meneer Rabiner. Hebben wij u op reis gestuurd om goed te verkopen of om u een maagkatar te eten? Zelfs een handelsreiziger moet eten, niet meer? Meneer, voor $12.25 laat ik een olifantje gaan barsten eten. Zal ik u eens wat anders zeggen? Ja? Zal ik u nou eens even een naam noemen van een zeer groot vriend van me? De grote Pashinsky heeft me duizenden geboden. Oh, meneer, dan treft u het, want uw vriend Pashinsky is net hier. Ja, en mag u meenemen ook, als u wil. Meneer Pashinsky. Ja, wat is er, juffrouw Goldman? Meneer Pashinsky, hier is een zeer groot vriend van u. Vriend van mij? Aha. Dag, Mark. Dag, jongen. Fijn, hè? Je ziet er goed uit, hè? Hè? Wie is dat? Arkie Lemoen? Je ziet me, geloof ik, voor de verkeerde hand niet. Kijk me even in mijn gezicht aan, Mieze. Amise? Nee, jij zegt het verkeerd. Hij bedoelt, kijk eens naar mijn mieze gezicht. Oh, wacht eens even. Bent u niet Sanef uit Chicago? Nee, hij is Ganef uit hier. Mozart. Gabbertje van Beethoven. Van de Rochester Club uit Rochester. De tweelingbroers hebben ze ons genoemd. Nou, eerlijk jongens, ik ken die helemaal niet hoor. Nou, wat heb ik gezegd? Nou ja, men heeft mensen met een hele korte memorie. Ja, er zijn ook mensen met een hele lange memorie. Ik ben nota bene van mijn hele leven nog niet in Rochester geweest. De tweelingbroeder vraagt, ach, doe maar plezier meneer. Nou meneer Schlemiel, Rabiner. Hoe voelt u zich nou? Oh, wacht even. Meneer Perlemoer, ik laat me door u niet beledigen. Begrijp u dat? Ik ben een zeer verkoper. Ik ga eruit. Ik ga eruit. Ben je allemaal mijn jongen? Ik zal u wat anders zeggen. Ik waarschuw u hoor, je raakt hem niet aan. Ik zeg u de betrekking op. Opgezegd. Nou, wat zeg je daarvan? Is dat een brutaliteit? Hij zegt op.
Daar gaan we $300. Ja. Met wij dan zij het goed vinden. Man, sta jij dan nou niet als een mezoggene hond? Vooruit nou. Ik ben een mezoggene hond. Vooruit. Ebi, doe iets. Ja, oei, wat moet ik doen? Weet ik veel, was je gezicht, maar doe iets.